Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag donderdag. En dan is het dag 3, training. Dus we gaan vandaag weer lekker trainen. En ik weet niet wat voor weer het wordt, maar misschien nog even fietsen. Het is nu nog donker, sterrenwolsdonker. Dus ik heb weer als ontbijtje, ja, het is trainingsdag, dus. Griekse yoghurt, 2 eitjes, waar 1 eidooier naar deze mevrouw gaat. Die zit er al helemaal op de azen. Hè, punk. Dus. Nee. Ja. Dit was het even een beetje. Ik weet niet wat ik vandaag ga doen. Dat kan ik nooit voorspellen. Dus. Als het net zo weer is als gisteren, dan wordt het weinig fietsen. Dus, nou. Ik. Ik ga even lekker trainen. En even eerst even eten. Dus, ik zie u vanmiddag weer. Een goede middag. We zijn weer terug van trainen. Ja, ik heb weer lekker getraind. Ik heb vandaag mijn kuiten gedaan, mijn biceps en mijn triceps. En nog even mijn chest. En wat buikspieroefeningen. En, ja, dat was het. Weer lekker getraind. Vanaf 9 uur. Het is nu 11:15. Dus ik ben 12 uur was ik thuis. Ik heb, omdat ik spierkracht had verloren, heb ik alleen maar eiwit als lunch. Dat is een omelet met, ik had nog 2 braadworstjes van gisteren. Die heb ik erin gegooid. En daar moeten we het mee redden. Ik ga vanmiddag ook nog even fietsen. Dus ieder wie weet je. Maar ik moet ook nog een paar dingen opzoeken voor de Belastingdienst, want die moet ik morgen bellen. Oh, ik krijg wat van die gasten. En dan naar slag zien hebben, we kunnen het niet leuker maken. Nee, hier. Dus, nou. Ik ga even eten en ik zie u. Nou, ik neem u wel even mee op de fiets, want het is droog. Dus, nou, oké. Okay. Goedenavond, we zijn weer aangekomen bij. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond uitgebreid. Ik heb er zin in. En dit kan misschien ook als kerstmenu gebruiken. Ik ga frieten maken van 2 soorten. 2 soorten frieten ga ik maken. Eentje van zoete aardappel. En één van aubergine. Dus. En 2 bierstukjes met een botersausje. Van deze zoete aardappel maken we frieten. Ook even van deze aubergine. Dit zijn de groenten voor vanavond. Sperziebonen. Biefstuk. Een rode peper. En natuurlijk een knoflookje. Daar hier maken we een dinges van. En we maken ook nog een dip. Een dip van Griekse yoghurt. Met chili saus. Dus. Dit is misschien leuk voor op het kerstmenu. In plaats van de gebruikelijke kalkoengourmetten. Steengrillen en weet ik veel allemaal. Hiervoor sta je ook niet lang in de keuken. Hoogstens een kwartiertje. De biefstukken worden gegrild. Dat vind ik het lekkerst. En ja. U zult het wel zien zo meteen op mijn bordje. Nou, ik ga even koken. Ja, we zitten weer aan tafel. En ik heb het lekkers gemaakt. Hè. Misschien is dit een idee voor de kerst. Ik weet het niet.
Ik heb spersieballen met twee soorten friet en biefstuk. Dus ik zal het even laten zien. Friet van zoete aardappel en friet van aubergines. Daarnaast allemaal tweede kanten. Biefstuk. En spersiebonen erbij. En nog een dipsaus voor de frieten van Griekse yoghurt met chili saus. Daar kun je elke chili saus voor gebruiken. Ik heb de Chinese gebruikt, die is een beetje pittig. Maar voor de rest, je kan er elke chili saus voor gebruiken. Als je maar geen tomatensaus neemt. Het is niet dagelijks. Nou, ik heb vandaag weer lekker getraind en ik heb nog 21 kilometer gefietst. Dus dat was lekker. Ik heb vandaag even een ogen woord. Nou, die is moe. Wat wou ik nog zeggen? Ik heb vandaag mijn chest gedaan, ik heb mijn kuiten gedaan en ik heb mijn biceps en mijn triceps gedaan. Dus de spierdingen. Nou ja, ik moet 5 kilo afvallen en 3 kilo spiermassa krijgen. Nou, ik heb het voorgelegd vanmorgen aan mijn personal trainer, Royce. En die zegt, dat komt helemaal goed. We gaan na 1 januari gaan we lekker trainen. En ik denk niet meer dat ik naar Chachi ga. Ik vind sfeertje niet zo goed en ik heb het een beetje lopen overdenken. Die ene man die ben, als je zegt de prettige. Dan denk ik bij mij, krijg maar de pleuris dan. Dus. Nee, gisteren het debat, ik had gehoopt dat Rutte zou zeggen van jongens, huilend en al, ik schaar er mee uit. Maar helaas niet. En die drukje, nou ja, die had weer lasten, net als haar dochter. Hè? Dus, het ging niet door, het feest. Nou. Ze staan nog steeds op 10 zetels. En wat erin gelden malsen gebeurt. Ja, ik keur het niet goed, maar ik snap het wel. Je gaat geen 1500 man op een fabrieksterrein. En dat die zo'n bedrijf helemaal omsingeld wordt door van die Syriërs. Dus, nee hoor. Ik vind het raar. Ik moest wel lachen. IS wordt nou in de zij genomen. Er was op de speld was er een bericht van dat de man uit 45 minuten zit te kletsen in een stilte-coupé. En IS of Dash, die had dat op zijn internetsite gezet dat er een actie was van hun om 45 minuten in een stiltecoupé te gaan praten. Nou, meneer, die heren, een hardbaard van As, dit keer en jullie al wel krijgen van mij. Dus, en het liefst nog, zoals ik het altijd doe, in stereo. Dus. Nou, vanavond ga ik, ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga televisie kijken, maar waarheen, waarvoor, weet ik niet. Dus, gisteravond was er een knappe film op Veronica. Dus. Maar ja, ik ga aan mijn eten, anders wordt het koud. En ik zie u morgen.